Georges Lekes was er gisteren op training niet bij omdat hij griep had, maar hij staat gewoon langs de lijn. Het is altijd al een harde geweest. Hij ziet zijn ploeg heel goed beginnen op een heel slecht veld. Met Boussoufa, voorzet naar Grégoire. Een beetje gekraakt schot dat overgaat. Dan een hoekschop voor Gent, een ploeg die altijd gevaarlijk is op stilstaande fases. De bal blijft er wat hangen, komt dan bij Joko. Heel knap getrapt en het is 1-0 al na 5 minuten. Doelpunt van Joko. Hij haalt de bal mooi uit de lucht. Cordier is kansloos. Maar de frustratie is er niet minder groot om. Gent wil een vervolg breien aan de goede periode net voor de winterstop. Met overwinningen tegen Standaar en Zulte Waregem. En het neemt geen gas terug na die goal. Dat hij naar Boussoufa. Eventjes op de hakken en dan trappen. Prachtige goal. 2-0 na minder dan een kwartier. Boussoufa alweer een van de beste spelers op het veld. Mooi weggestuurd en koel afgewerkt. Zijn vierde van het seizoen. Lalouvière komt er helemaal niet aan te pas. Alweer een hoekschop en dan Lombard. Is die bal over de lijn of niet? Dat is onduidelijk. Maar de scheidsrechter keurt de goal goed. 3-0 na 25 minuten. Dat moeten we opnieuw bekijken. Hier is de bal duidelijk nog niet over de lijn. En ook hier lijkt hij niet volledig over de lijn. Zeer twijfelachtige goal dus, maar het is wel 3-0. Gent heeft de voorbije 4 seizoenen telkens gewonnen thuis tegen Lalouvière. En dat gaat ook nu lukken, want Lalouvière is heel zwak. Mooie beweging wel van Jbari en dan het schotje naast. Bij de rust is het 3-0. Kwartier na de rust opnieuw Jbari met een vrije trap. Geen probleem voor Hercule. Dit is eigenlijk de eerste bal die je moet pakken. En we zijn een uur ver. Dat zegt genoeg. Alvieri heeft nog maar 17 goals gemaakt in 18 matchen. Een 3-0 ophalen is dus onwaarschijnlijk. Hier zo komen misschien met de 4-0. Twee keer proberen. Maar het lukt niet. Halfweg de tweede helft. Dan Dati. Aan de cornervlag. Knap hakje naar Grégoire. Dan de voorzet voor Koreman. Die is na de rust de beulen komen vervangen. Die lichtjes ziek was. Maar scoren lukt niet, ook niet voor Koreman. De tweede helft is duidelijk minder dan de eerste. Dat is niet onlogisch natuurlijk bij een 3-0 stand. Gent blijft de beste ploeg. Boussoufa, knap paasje naar Martens. Op Cordier. Blijft 3-0. Sandy Martens door Lekes omgevormd tot rechtsachter. Knap getrapt. De laatste kans van de wedstrijd is voor Lalouvière. Nordin Jbari. Draaien en schieten. Maar hij scoort niet tegen zijn ex-ploeg. Het blijft 3-0. Een meer dan verdiende overwinning voor Gent tegen een heel zwak Lalouvière. Ik moet zeggen, door waarheid. We zijn gekomen 20 minuten te laat aan de wedstrijd vandaag. Ik denk, we zijn gebleven in de bus. U ziet alle week de voorbereiding aan de wedstrijd tegen Gent. U weet, ze zijn sterk op de stil de farce. En op 20 minuten, de wedstrijd is gedaan 3-0. Nicolas Lombard, zijn eerste doelpunt deze competitie. Hoe voelt dat? Ja, het is natuurlijk mooi. De manier waarop ik dacht dat de scheidsrechter hem niet ging goedkeuren. Maar gelukkig wel. En dat is een heerlijk gevoel hier. Mijn eerste doelpunt ook voor Gent. En echt een zalig gevoel wel. Was hij binnen eigenlijk? Ik denk het wel. Maar ik zou wel nog eens de beelden willen zien. Ik ben het natuurlijk niet zeker. Ik zal ook geen uitspraken doen op voorhand.